Deed hij met tweemaal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio, communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day, to have a good day. 30 minutes, 26 augustus 2021. Dit is het bulletin van donderdag. Daily Minutes, 26 augustus 2021. Dit is het bulletin van donderdag. Ja, weer eentje in het Nederlands. Ik denk dat ik toch af en toe uitzendingen in het Nederlands ga hebben, die specifiek echt op het Nederlands domein betrekking hebben, zeg maar. Dat is iets belangrijks, zo belangrijk, maar toch wel belangwekkends. Het amateuroverleg is bekendgemaakt. Het was al een week geleden, maar ik was zo druk dat ik dat gewoon gemist heb. Pak alleen de belangrijke zaken, tenminste de opmerkelijke zaken en de belangrijke zaken eruit. Opmerkelijk is in elk geval een gemeld aantal aanvragen met certificaten. AT ligt kort toe dat ze recent kort na elkaar een aantal aanvragen heeft ontvangen om een registratie te verlenen aan personen die aangaven in een ver verleden examen te hebben gedaan. Opvallend was dat er, hoewel soms creatief in elkaar geflanst, maar toch echt onjuiste documenten werden aangeleverd. Omdat deze personen ook niet in de oude registers van agentschap Telecom voorkwamen, zijn deze aanvragen afgewezen. Het is toch wel opmerkelijk dat mensen met vervalsingen komen. Je was vaker gehoord dat mensen met een mooi verhaal kwamen, al dan niet gehonoreerd en al dan niet waar. Want dat is natuurlijk ook lastig te constateren, maar het is toch wel opmerkelijk dat het gebeurt. Ik heb hier nooit eerder van gehoord, maar het zal vast wel eens eerder voorgekomen zijn. Ja, AT heeft een brochure opgesteld om duidelijk te maken in welke gevallen je in het antenneregister zou moeten. Uit een steekproef van de afdeling toezicht van AT is gebleken dat meerdere antenneinstallaties van zendamateurs zijn die geregistreerd hadden moeten worden, maar er niet zijn. Er komen regelmatig vragen bij de afdeling toezicht binnen over hoe en wanneer een antenne geregistreerd moet worden en wanneer niet. En AT heeft, om hier duidelijkheid in te geven, een brochure samengesteld. Er is een verzoek afgewezen van een vereniging waar ik zelf nog niet zo heel vaak van gehoord heb. Ik ken ze wel. Maar om deel te nemen aan het amateuroverleg. En dat verzoek is in november 2020 afgewezen. Het betreft de vereniging RFDX. Volgens mij is het een vereniging van gecombineerd luisterstations. 27C en gewone zendamateurs. Reguliere zendamateurs. En in ieder geval voldeden ze daar niet aan. Dat wil zeggen niet voor de toelatingscriteria. Nog niet van toepassing, maar het zal binnenkort wel komen, is de gedragslijn voor vergunning radiozendamateurs. En dat betreft dan vooral de repeaters en de bakers. En ik dacht dat de hoogvermogensvergunningen daar ook onderdeel van zijn. De bijlage is conform de bespreking in het vorige amateuroverleg aangepast. AT zegt nog te kijken naar een van de als voorbeeld opgenomen vergunningsvoorwaarden in de gedragslijn. Ik snap dat niet helemaal, maar goed. AT stelt voor om een voetnoot toe te voegen bij een verduidelijking. Bij nieuwe vergunningen worden de aangepaste voorschriften meegezonden. Het storingsartikel blijft onderdeel van de voorschriften. Ja, ik heb de vorige keer dat niet voldoende goed gelezen om dat nog te weten. Ik heb het wel snel doorgeskimd, maar meestal dan lees ik de notulen best wel goed. Over de tarieven voor 2021. Veerland heeft een brief gestuurd naar de staatssecretaris over de vergoedingen voor het toezicht in 2021. Dat zijn dus die vergoedingen die repeatervergunninghouders betalen. Inmiddels is er een antwoord op deze brief toegestuurd. De verenigingen geven hun teleurstelling aan op de verhoging en het antwoord op de brief. Er wordt gevraagd hoe de verhouding tussen handhaving en handhaafbaarheid is en wat de verenigingen aan de handhaving mogen verwachten. Ook zijn er radiocentamateurs die signalen doorgeven aan agentschap. Wat wordt daarmee gedaan? AT geeft aan dat er geen resultaatverplichting wordt gegeven in het geval van signalen vanuit de amateurwereld.
worden deze serieus genomen en die informatie wordt gebruikt. Informatie kan onder meer worden aangeleverd op het mailadres repeaterstoringen@agentschaptelecom.nl. Maar om op te kunnen treden moet de afdeling toezicht wel zelf een constatering doen. AT gaat de komende tijd meer communiceren over de resultaten die toezicht boekt in relatie tot het toezicht op het gebruik van amateurfrequenties. AT die zou aanwezig zijn op de dag voor de radioamateur, maar op 26 april heeft de Veron aangekondigd dat de dag voor de radioamateur dit jaar niet door zal gaan. Die zou anders plaats hebben gevonden in november, denk ik. We hebben verder nog gesproken over LSA, dat is de License Shared Access. Dat wil zeggen dat verschillende diensten in de ether toegang krijgen op basis van boekingen tot een bepaald deel van het spectrum. En er is ook sprake van dat bij amateurs gebeurt. In zekere zin gebeurt dat al met de 13 centimeter band, die af en toe verhuurd wordt aan commerciële partijen voor videoverbindingen. En dan mogen de amateurs daar in een bepaalde regio niet komen. Ja, een belangrijk punt is verder de evaluatie van de bovenregionale relaisstations. Bovenregionale relaisstations, dat zijn de relaisstations waarvan denk ik PI2 NOS de bekendste is. Maar er zijn er meer. PI3 UTR is er eentje op 2 meter. En ook op 70 centimeter is PI2 NON. En die laatste die is vooral actief in het noorden en het oosten van het land. Dergelijke vergunningen zouden op basis van evaluatie gecontinueerd worden. Dat is vanaf het begin was dat duidelijk. En AT geeft aan een gesprek te hebben gehad met de vergunninghouders van de bovenregionale relaisstations. De vergunninghouders hebben de afgelopen jaren een aantal acties ondernomen om verstoringen te voorkomen. Vooralsnog is er geen reden om het experiment niet te verlengen. Ook zal het agentschap bij eventuele problemen bij een bovenregionale repeater deze niet laten afstralen op andere bovenregionale experimenten. Tegen de tijd dat de verlenging van de bestaande vergunning aan de orde zal zijn, wordt de balans opgemaakt. Volgens mij hebben die vergunningen inderdaad een looptijd die langer is. Ik dacht 5 jaar, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Vanuit het perspectief van toezicht wordt nog aangegeven dat toezicht niet bij elke repeater een handhaver kan zetten. Toezicht met een hoofdletter, hè? Dus dat afdeling toezicht niet bij iedereen, bij iedere repeater een persoon kan plaatsen. Toezicht is ook van mening dat vergunninghouders van een repeater een medeverantwoordelijkheid dragen voor het gebruik van een repeater. Agentschap Telecom verwacht dat vergunninghouders in alle redelijkheid en daar waar nodig technische maatregelen zullen nemen om misbruik en of wangedrag te weren van hun repeaters. Dat dit technisch en financieel zijn grenzen heeft is volstrekt begrijpelijk, maar een inspanningsverplichting op dit punt is zeker aan de orde. De vereniging gaat verder akkoord met dat er geen verdere evaluatie wordt gehouden. Wel wordt door de Veron aandacht gevraagd voor een terugkoppelmoment tegen de tijd dat de vergunningen in aanmerking komen om te worden verlengd. Dit om te voorkomen dat de verenigingen worden geconfronteerd met bijvoorbeeld een nieuwe tariefsverhoging. Verder wordt nog opgemerkt door VSTA dat het jammer is dat de vergunningen voor de bovenregionale relaisstations maar voor 36 maanden worden gegeven. Het is toch voor 36 maanden, gezien de investeringen die worden gedaan. De vraag hierbij is of het mogelijk zou zijn om hierin meer maatwerk te verlenen. AT geeft aan dat het uitgangspunt 36 maanden is en blijft. De reden hiervoor is de wens om ook nieuwe experimenten frequentieruimte te kunnen blijven bieden. En sinds vorig jaar zit ook DARU aan in het amateuroverleg. Dat is nieuw. Dat is niet helemaal nieuw, want er zijn wel andere partijen die ook aangezeten hebben. Volgens mij heeft in de tijd dat ik zelf geen amateur was, het Packet Radio Netwerk lange tijd ook aangezeten. En dat is opmerkelijk, want dat is een bepaalde doelgroep. Die hebben wel veel bereikt. Dus onder andere dat je maar één keer hoeft te betalen als je meerdere frequenties met een repeater in gebruik neemt. VZA vraagt of AT bekend is met het document van de DARC met een overzicht van de aan FNN toegekende amateurbanden in Europa. Het stuk wordt nog toegestuurd en is toegevoegd als bijlage aan dit verslag. DARU geeft aan dat het interessant kan zijn om naar de direct omliggende landen te kijken hoe het daar geregeld is. Nederland zou aansluiting moeten vinden bij de andere landen. Veron geeft aan dat de memo met banden die onder druk staan de grondligger is van het agendapunt over frequentiebeleid. De verdieping op dit onderwerp zou in een apart overleg moeten plaatsvinden. Dit hangt ook samen met eventuele uitgevoerde metingen. In toevoeging op dit onderwerp geeft Veron aan dat daadwerkelijk gebruik van bepaalde banden niet goed te meten is, omdat alleen uitgezonden radiosignalen waarneembaar zijn, maar dat luisteren naar frequenties een belangrijk onderdeel is van het maken van radioverbindingen en het doen van onderzoekingen in het frequentiespectrum. De FM Radio Amateur Forum Group binnen CEPT houdt zich bezig met harmonisatie. Misschien is dat een beter forum om daar meer harmonisatie te bereiken.
AT licht de rapportage over storingsmeldingen toe. Verzoek van Veron is om repeaterstoringen ook te noemen in het verslag. Het liefst uitgesplitst in bakens en repeaters. AT geeft aan dit in het vervolg zoveel mogelijk te doen. Daarom bedankt AT voor het storingsverslag en informeert naar de mededeling over N-amateurs en de vermenging tussen LPD'ers en zendamateurs. Dit wekt de suggestie dat alleen N-amateurs zich zouden vermengen, hetgeen niet het geval is. AT beaamt dat het niet alleen N-amateurs betreft. Ja, verder is er nog een item wat door de vereniging is aangedragen vanwege een nieuw voorschrift. Zitterschap wat ik even niet kan plaatsen. Maar de vereniging vraagt hoe het zit met beleidskwesties. Is dat iets wat aangegeven moet worden bij AT? Of kunnen ze daarvoor rechtstreeks bij EZK terecht? EZK is Economische Zaken. Aangegeven wordt dat de vereniging vrij staat om beleidskwesties aan te kaarten bij de beleidsdirectie Digitale Economie. In gevallen waarin de verenigingen niet zeker zijn of het een beleidskwestie is, kan dit uiteraard ook aan AT worden voorgelegd. Dat is een beetje de competentie tussen Agentschap Telecom en wat altijd HDTP in Den Haag heette. AT heeft ook een tijdje de naam HDTP gebruikt. HDTP is hoofddirectoraat Post en Telecom van het ministerie van Economische Zaken. Dat is een hoofddirectoraat binnen die organisatie. En AT is feitelijk alleen uitvoerend, hoewel AT wel de grootste kennis heeft op dit gebied. Meer dan in Den Haag zit volgens mij. En dat verklaart ook bepaalde, in mijn inziens, missers. Bijvoorbeeld die hoge tarieven, die komen daar voor een deel uit voort. En in ieder geval moet AT zich eigenlijk niet bemoeien met beleid, dat is Den Haag. En AT, ja, die is meer uitvoerend en verleent vergunningen en doet het toezicht. Hoe kun je dat precies? Ik weet niet of je dat kunt aan de hand van andere juridische systemen makkelijk kunt verklaren. Maar in ieder geval is dat zo als het ligt. Dus een aantal dingen, echte beslissingen, die worden toch feitelijk in Den Haag genomen over het beleid, over de tarieven, over welke banden en allemaal van dat soort dingen. En Agentschap Telecom is eigenlijk de organiserende en uitvoerende instantie daarvan. Er is verder een voorstel geweest om 3 keer per jaar een amateuroverleg te houden. Ik vind het inderdaad wel wat weinig, 2 keer per jaar. Maar goed, op zich werkt het al heel erg lang zo, hè. Er is verder over de examenproblematiek gepraat, waarmee het mij enigszins verwondert dat er niet gesproken is, maar misschien is dit voor die tijd, want het was al in april, over het voorstel om het CBR, het onzalige plan om het CBR de examens maar te laten doen. Nou, we zien hoe goed het CBR momenteel functioneert, niet dus. Daar moeten we niet aan beginnen, maar het wordt hier niet genoemd. Dus dat is misschien voor het overleg wat in oktober plaatsvindt. Ja, er wordt dan wat gesproken over de procedures binnen dat AO en dat bepaalde dingen sneller moeten. Wel een interessant item is de rol van zendamateurs als ogen en oren van Agentschap Telecom. AT geeft aan dat signalen vanuit de radiozendamateurwereld op prijs gesteld worden en serieus worden genomen. Regelmatig leiden signalen van zendamateurs tot markttoezichtactiviteiten of toezichtactiviteiten. Als een melding betrekking heeft op illegaliteit of wangedrag op amateurfrequenties, moet wel de kanttekening worden gemaakt dat we, als we een signaal doorkrijgen van een radiozendamateur, dit signaal op zich niet voldoende is voor handhavend optreden. Inspecteurs van het AT moeten zaken zelf vaststellen, waarnemen, meten voor zij bevoegd zijn om handhavende maatregelen voor te bereiden en uit te voeren. Dat wil dus zeggen dat ze niet, als iemand zegt van nou Jantje zegt zijn kool niet, dan kan AT hem geen gele kaart sturen omdat simpelweg een amateur dat beweert. Ze moeten zelf constateren dat de betreffende amateur de fout in gaat. Dat dit soms tot teleurstellingen kan leiden, kan AT zich voorstellen, maar alle handelingen van toezichthouders moeten hun grondslag vinden in bevoegdheden en in wet en regels. In dit kader wordt ook gesproken over storingen door zonnepanelen. Daru geeft aan dat deze problematiek eind jaren 90 al is aangekaart, maar dat we nu in een situatie zitten waarin er ontzettend veel storing is en dat radiozendamateurs veel last hebben van storingen door zonnepanelen. VZA merkt op dat particulieren per 27 april 2021 bij het aanmelden van hun zonnepaneleninstallatie ook het merk en type van de omvorm moeten melden en of dit bekend is bij AT. AT-toezicht geeft aan dat collega's hiermee bezig zijn en in een gesprek zal gaan over wat AT kan doen met de database die er is voor zonnepanelen en storingsmeldingen die bij AT worden gedaan. Voor wat betreft de behandeling van storingen door zonnepanelen verwijst de afdeling toezicht naar het stoorverslag onder punt 3.5 van dit overleg. Ja, dat was het punt waarin aangekaart werd om ook repeaterstoringen te noemen in het verslag waar ik het net over had, het liefst uitgesplitst in bakens en repeaters. Dus een item over WG-FM-questionnaire amateurlicentie. Ik heb geen idee wat het is.
Maar voor zover het document nog niet bekend was, is deze als bijlage aan de stukken van het overleg toegevoegd. Nou, daar zal ik zo naar kijken. Terugkoppeling internationale ontwikkelingen. Veron geeft aan dat binnen een jaar voorbereiding getroffen zijn en worden op de WRC 23. Dus dat is de World Radio Conference in 2023. Ze loopt er ook een onderzoek naar de samenleving van diensten in de 23 centimeter band. IARO heeft een agendapunt gemaakt en is van mening dat radioamateurs minimale invloed hebben op het overige gebruik en het in gebruik blijven van deze band. Dat wil dus zeggen dat we er helemaal niets over te vertellen hebben of we mogen houden. De heer De Jong van Veron geeft aan deel te zullen nemen aan de Internationale Voorbereidingscommissie NVC voor de WRC 2023. Dus hier is iets wat ik niet begrijp, maar misschien wel heel erg mee oneens ben. Er is een verzoek om morsecode included van de registratiekaart te verwijderen. Dat is heel raar, want in 50% of 60% van de landen is morsen nog steeds verplicht. En zonder dat mag je daar als amateur niet uitkomen. Ten aanzien van dit punt, zo zegt het overleg, bestaat binnen de verenigingen nog geen consensus. Nou ja, dat is dan misschien maar gelukkig. AT geeft aan de kwestie intern aan te zullen kaarten, maar wel op aangeven van de verenigingen. Op dit punt wordt binnen de verenigingen nog verder besproken en als agendapunt ingetrokken. Afgesproken wordt dat dit punt bij AT verder nog geen aandacht krijgt, tot duidelijk is of dit een serieus verzoek is. Als dat het geval is, zal AT onderzoeken of en hoe het weglaten van deze vermeldingen gerealiseerd kan worden. Het lijkt me volstrekt onwenselijk dat het weggehaald wordt. Ik bedoel, in Zweden mag je daar niet meer uitkomen op korte golf. Raar. Of iedereen krijgt het gewoon te cadeau. Dat lijkt me toch ook niet helemaal de juiste weg. VZA wijst in de aanvraag of in de rondvraag op het feit dat er apparatuur te koop staat. Even kijken hoor. Oké, VZA wijst in de rondvraag op het feit dat er amateurapparatuur te koop is, die alleen voor zijn radio zendamateurs bedoeld is, maar dat die ook aan niet-amateurs wordt verkocht. Agentschap Telecom geeft aan dat ze bekend zijn met de problematiek, maar dat de vrije markt in de EU naast voordelen ook nadelen met zich meebrengt. Iets wel kunnen kopen, maar niet mogen gebruiken, is zo'n nadeel. Overigens vraagt agentschap Telecom zich af of zendamateurs ook niet de hand in eigen boezem kunnen steken. Immers het verkopen door zendamateurs van hun overtollige apparatuur gebeurt ook niet alleen aan zendamateurs. Voor het volgend overleg wordt een datum in oktober geprikt. Agentschap komt met een voorstel. En ze schrijven hier het agentschap. Mij is door het agentschap altijd... Als je met een hoofdletter schreef, moest je zeggen agentschap. En als je... ik weet niet of dat dan in de tekst voorkomt, inderdaad. Je mag het agentschap zeggen, want dan gaat het om een agentschap, een van de agentschappen. En dan is het dit agentschap en dan is het agentschap. Maar je mag niet zeggen het agentschap Telecom, want dan schrijf je met een hoofdletter en dan is het een naam. Zo zit het. Voor wie het kan volgen. Nou, dat WGFM, dat is iets heel anders dan ik gedacht had. Dat is een questionnaire. Er was één land dat voorgesteld had. Ik meen Hongarije. En die willen de vergunning alleen nog in digitale vorm, zodat je die op je smartphone kunt zetten. En dan bijvoorbeeld een QR-code kunnen overheidsinstanties eenvoudig checken of jij wel of niet een vergunning hebt. Ik weet het niet, want ik wil niet een smartphone meenemen naar het buitenland, dus voor mij moet dat niet. Maar als de oude mogelijkheid blijft bestaan, dan ben ik er niet tegen. De titel van het document klopt volgens mij niet. Daar staat een andere naam bij. Maar het document, de naam is gewoon niet correct. Even kijken hoor. Oh, dit is een hele uitgebreide om door te zoeken. Ik weet niet of ik daar nu nog tijd voor heb. Het is 5:15. Even kijken, de lenderlisten. Oh ja, dat is een landenlijst met namen van, of met frequenties van novice, waar novices mogen komen. Per land volgens mij, ja. Ja, dat is spectaculair verschillend, kun je wel zeggen. Dus dat is wel komisch om kennis van te nemen, maar het is ook een feit. Effect of living, storingsmeldingen. Even kijken, april 2021, 19 april. Dat is wel wat ingewikkeld om te vertellen. Maar het document zou je zelf moeten bekijken. Het is allemaal te downloaden op, volgens mij ook op veron.nl, daar heb ik het niet gezien. Maar in elk geval op www.vrza.nl. Ja, dan is er nog die gedragslijnvergunningen. Vroeger heette dat beleidsdocument, maar aangezien de agentschap Telecom niet over het beleid gaat, heet die tegenwoordig, gedragslijn. Ik moet hem echt bestuderen voor, ik kan eens kijken of ik snel wat, de vergunningen worden zoveel mogelijk frequentie neutraal verleend.
Even kijken hoor. Techniek neutraal moet ik zeggen. Dus je kunt zelf kiezen of dat ding wat voor modulaties voor soort dat ding heeft. Wel, in het verleden was het zo dat je ja dat een repeater alleen maar FM was toegestaan. Hè? Ook niet AM. En er waren bepaalde frequenties en bepaalde call signs die aan bepaalde repeaters gebonden waren. En dat is in 2018 denk ik losgelaten. Ja, was in 2018. Ik zit er even snel doorheen te skimmen, maar. Of ik wat. Ik weet wel waar wat mogelijke wijzigingen zitten. Het is een mooie uitleg. Kan ik wel zeggen. Ik weet niet of dat hetzelfde is als dat het eerst was. Het document niet zo goed in mijn hoofd zit. Het voorlaatste wel, maar niet, niet deze. Ja, zie wat. Dat is niet helemaal nieuw. Maar in ieder geval. Voor een goede etherordening wordt geadviseerd om voor bepaalde experimenten een vaste frequentieshift aan te houden. Een gedefinieerde afstand tussen zend- en ontvangstfrequenties. Deze geadviseerde frequentieshifts zijn opgenomen in het bandplan in bijlage 1. Relaisstations mogen ook crossband werken. Dat wil zeggen dat in- en uitgangsfrequenties in verschillende banden liggen. Crossband-experimenten zijn mogelijk in de banden voor relaisstations waarvoor geen frequentieshift in het bandplan is opgenomen. Oké, okay. Ja, maar ik heb een vergunning die dat wel mag. Dus ik heb een vergunning waarmee je meer mag dan met de gebruikelijke vergunningen. Die nu, of eigenlijk de nu gebruikelijke vergunningen. Vergunning, dat is toch wel opmerkelijk. Even zien op crossband. Dus dan zou je dus niet crossband tussen... ja, nee, dan zou je dus niet crossband tussen 2 meter en 70 centimeter mogen, wat ik wel doe. Maar wel met 70 megahertz, wat raar is, want dat is eigenlijk iets waarvan je zou verwachten dat het niet mag, maar dat mag uitdrukkelijk wel. Even kijken. Is dat ook iets raars, want er staat een begrip in uit de voorlaatste versie, wat volgens mij niet kan. Er wordt gesproken van een standaard afstand en die zijn losgelaten in de huidige regeling. In de huidige gedragslijn moet ik zeggen. Planningscriteria, waar de planning voor. Er is veel animo voor de experimenten die werken in deze frequentiebanden. Propagatiemodel. Dat is raar dat ze dit hebben ze geherintroduceerd. Ja. Dat is raar omdat. Bijvoorbeeld mijn repeater, die. Waar je volgens mij gewoon een vergunning voor krijgt. Of zou dat niet meer kunnen? Met een uitgang op 144,875, volgens mij kan dat hoor. Ik zal eens kijken hoe dat met het bandplan zit. Of dat nou echt helemaal bindend is. Want dat zou, dan zou dus een repeater als ik heb niet eens meer mogelijk zijn. Even kijken hoor. Oh ja, nee, 800 is APRS. En dan kun je nog wel die frequenties van de relaisstations 144,8 tot 144,9,6875... daar mogen dus relais uitgangen. Dan heb je een stukje voor bovenregionale relais. En dan de gewone repeater frequenties. Nee, het kan nog wel. En op 70 is het aantal frequenties dat beschikbaar is nog groter zelfs. Ja. Oké. Okay. Dus dat werkt. En er is wel een geadviseerde frequentieshift. Ja, want in geval van duplex. Je kunt ook nog een simplex repeater hebben of een hotspot. Geadviseerde shift op... Is dat 59 en 54... Oh, wacht even, digipeters en zo. 28 megahertz heb je ook nog. Variabel. Even kijken. Oh, dan zijn er ook nog kanaalindelingen. Relais zijn in principe voor 12,5 kHz. Maar je kunt wel meer krijgen. Maar dan moet je die bandbreedte ook permanent bezetten. Zoals het altijd. Ja, er zijn toch wel wat extra eisen die ik volgens mij eerder niet heb gezien. Maar ik weet niet in hoeverre dat al niet in de voorlaatste versie zat. In ieder geval mag je aanmerkelijk minder dan dat in de tijd dat ik... nou, niet eens aanmerkelijk minder. Maar je mag wel minder dan in de tijd dat ik mijn vergunning aanvroeg. En mijn vergunning is dus ook... Ja, geeft meer rechten dan wat met de huidige vergunningen zou kunnen. En je krijgt hem ook niet terug als je minder leverde. Want als je een nieuwe aanvraagt, dan ga je onder de huidige regels vallen. Nou, tot zover deze lange Daily Minutes over het amateuroverleg. Wat laat, een week te laat, maar dat is niet zo erg. Ik zag ook nog wat, er is een Darus, hoe heet dat, waar is dat nou, een Darus oefening. Daar had ik een pagina over geopend, maar die heb ik weer afgesloten, denk ik. Eens even kijken, want ik wilde eerst een hele andere uitzending maken.
Ja, het is wel grappig. Ik ben altijd, ik ben lange tijd nogal een criticaster geweest van hoe de RS functioneert. Nu heb ik daar niet echt meer een mening over, omdat ik het niet zo heb bijgehouden wat de ontwikkelingen zijn. Ik heb destijds gezien dat er wel het een en ander verbeterde, dus mijn kritiek is er zonder meer toen minder geworden. Maar wat grappig is, is dat ik steeds meer mensen zie die ik goed ken, die in Daris actief zijn. En bijvoorbeeld, er is een landelijke oefening Solar Flare op 3 en 4 september. En die oefening die vindt plaats, Camping de Kastanjes in Elsendorp. Bekend van de bekende amateur PD2 HPE, die vaak in Elsendorp QV is op die camping. Daar hebben we ook Nico, hoe heet die Nico? Wat is de kol van Nico dan ook alweer? Potverdrie, dan ben ik dat alweer helemaal kwijt. Maar Nico heb ik lang niet gesproken. Dat is de man van de leuke experimenten. Maar de grap is dat dat evenement dus georganiseerd wordt door Leo Kreuze. En dat is PD2-LEO. En die ken ik ook goed. En die beschouw ik eigenlijk ook als een hele serieuze amateur op dit gebied. Dus dat is wel grappig. Leo zit net onder Nijmegen in het gebied van Limburg. De Repeater Noord-Limburg beheert hij volgens mij ook. En er zit ook Winlink in en een aantal typische van die toepassingen die voor Daris erg handig zijn. Meer informatie over het Daris-evenement op www.veron.nl, vsda.nl. En ik ga er ook vanuit op de site van Daris zelf. Daar ben ik heel lang niet geweest op de site. Ja, daar is het ook te vinden. Bovenaan kun je klikken op landelijke oefening Solar Flare. Ja, ik kan nog wel wat zeggen over de kritiek die ik toch wel eens heb op op Daris en vergelijkbare organisaties. Dat klinkt een stuk vriendelijker. Wat ik zie bij Daris is dat ze in het verleden vaak een tamelijk militaire inslag hadden. Dat wil zeggen dat ze met standaard apparatuur werkten en dat iedereen verplicht een bepaalde voedingsconnector diende te gebruiken en allemaal van dat soort dingen. Nog afgezien van het feit of dat functioneel is, want net zo goed kun je je plus en min omwisselen bij het aansluiten van twee draadjes als je dat kunt doen want het is dan vaak toch dat ze iemand binnen die club zoeken die draden voor ze wil solderen, maar die kan zich ook vergissen en dan trek je zo'n kabel uit de doos en onder die crisisomstandigheden zonder goed op te letten. En dus zonder hem eerst door te meten. En floep, dan sluit je alsnog de boel verkeerd aan. Dus ik bedoel, dat kan in beide gevallen. Dus de toegevoegde waarde van een heel dure gestandardiseerde connector is niet zoveel. Maar wat een veel belangrijker bezwaar is, dat is dat het maken van een standaard, bijvoorbeeld Daris koffertje, dat ingaat tegen het unieke aspect wat zendamateurs juist hebben ten opzichte van de professionals. Zendamateurs zijn een kruiwagen vol met kikkers. En dat betekent dat als bij de overheid door een bepaalde omstandigheid alle apparaten niet werken, maar specifiek hun eigen soort apparaat, en er zijn toch wel veel situaties waarin dat het geval is, dat bij de amateurs een groot deel van de spullen blijft werken, omdat al die amateurs hun eigen opvatting over de apparatuur hebben en hun eigen spulletjes. En als je in FM werkt, dan is het toch allemaal wel gewoon compatible. Hè? Ik bedoel, het is niet dat het dan niet werkt of zo. Dus je kunt veel beter een hoeveelheid FM-apparatuur hebben. Maar dit is makkelijk aan elkaar te knopen. En je zag dat dus ook bij de hulpverlening in België en in Duitsland, dat er vooral behoefte was aan FM-verbinding en soms DMR. In de VS had je, ik weet nog niet meer hoe die, was dat Katrina? Nee, dat Katrina was in hoe heet dat? Dat was bij Mississippi. Je had in New York had je een jaar of 8 geleden een grote hurricane. Een grote, hoe heet dat nou? Is wel een hurricane zo groot. Nou ja, in ieder geval zo'n enorm stormgebied. En je had een enorme hoeveelheid overstromingen. En toen zag je in een QST zag je staan dat Aris, dat is de Amerikaanse evenknie van Daris, dat die het zo teleurstellend vonden dat ze in New York alleen maar behoefte hadden gehad aan FM-verbindingen. En dat ze binnen 3 dagen een fantastisch werkend packetnetwerk voor elkaar hadden kunnen hebben, maar dat de overheid daar helemaal geen interesse in had. En dat ze nu met lezingen de overheid belang zouden gaan om die proberen uit te leggen wat het voordeel was van zo'n packetnetwerk. En dan denk ik, jongens, dit is tunnelvisie. Want die overheid die heeft helemaal geen behoefte aan packetverbindingen die je in 3 dagen tijd wel werkend hebt. Binnen 18 uur waren de eerste telefoonproviders, mobiele providers, weer met noodoplossingen in de lucht. Dus wat de overheid nodig had, dat waren ad hoc verbindingen, en het maakt niet uit in welke kwaliteit, maar dat ze ook een minimale informatie konden versturen in die eerste 18 uur.
En dan kun je dat alleen met dingen als FM en misschien met DMM. Maar ik denk dat FM de voorkeur heeft vanwege de eenvoud. Vanwege de eenvoud en de enorme compatibiliteit van die apparatuur. En dan is het een grote vergissing om te denken dat jij wel beter weet dan die overheid wat zij nodig hebben op zo'n moment. Want ze hebben gewoon in die eerste 18 uur een aantal verbindingen nodig. En doe je er 2-3 dagen over om je netwerk uit te bouwen. Nou, dan kom je dus simpelweg te laat. Want in die tijd bouwen de mobiele providers een veel beter netwerk op. En dat is, ja, dat is een misvatting die je veel ziet. In Amerika is ook een grap, nou een grap, maar een beetje een cynische grap. Dat bij de gemiddelde ARIS-afdeling is er niemand te vinden die een dipool kan berekenen voor 80 meter. En dat schijnt werkelijk waar te zijn. Het is toch triest. Ik geloof dat het niveau in Nederland wel wat hoger is. Maar je ziet wel dat die instapmachtigingen wel consequenties hebben. Ik bedoel, nou komt er een stukje opinie. Maar ik luister veel naar die netten die PI3XTV tegenwoordig 's middags vaak weergeeft. En dan kom je dingen tegen die worden uitgelegd. Die aan een Nederlandse zendambtenaar echt niet hoeft uit te leggen. Ik heb dat in Australië bij de instapmachtiging ook gezien. Simpele concepten als een super heterodyne ontvanger. Nou, dat zal misschien niet iedereen weten. Maar of dat een condensator is voor capaciteit en een spoel voor inductie, dat weten ze niet. Wat een FOX is, weten ze niet. Het is niet te geloven. En van de week ook, mensen die de meest basale principes rond de werking van repeater niet wisten en dat uitgelegd moesten krijgen via zo'n Amerikaans net. En dat is toch wel ontluisterend. Wij zijn toch een technische hobby, vind ik. Dat soort dingen moet je eigenlijk weten. Ik vind best dat je makkelijk toegang moet hebben. Ik ben tegen zo'n instapvergunning, omdat dat de deur opent om voor bepaalde machtigingscategorieën en misschien later wel voor anderen, omdat je dan toch de deur op een kier zet, om het te verbieden nog met zelfbouwapparatuur te werken. Dat is een verbod waar ik nooit voor ben. Dat is zo'n belangrijke verworvenheid van onze amateurdienst. Dat je mobiele phones mag ombouwen. Dat je zelf je apparatuur mag bouwen. En ja, het kan best als het, als het niet meer mag, dan zullen ze het vast wel toelaten. Die enkeling die wat bouwt, want zoveel zijn het er niet, die zelf wat ontwerpt. Maar het is toch een recht wat we hebben. En het is een belangrijk recht wat we niet moeten verspelen. En dat opent, de Duitsers hebben heel erg goed besloten om geen lage instapmachtiging te willen. Omdat dat het risico op zo'n verbod zou vergroten. En ik denk dat dat een hele goede zaak is. Maar goed, ik zie bij Daris toch wel dat het een heel erg de goede kant uit gaat. Zeker met dit soort mensen als Leo en een aantal andere mensen die ik toch ken. Die ik toch wel hoog heb zitten. Leo heb ik vaak gesproken, die heeft me ook wel eens geholpen met dingen. En dat is in ieder geval iemand die goed veel van de techniek weet. En die ook precies weet hoe je dat soort verbindingen opzet. Iemand ook, als ik me niet vergis, is die zelfs straaljagerpiloot geweest. Dus ja, nou ja, goede zaak dus. Leo, als je dit hoort. Eigenlijk had ik even moeten waarschuwen, die je oren had kunnen dichtdoen, want dan ga je misschien naast je schoenen lopen. Maar goed, het is niet anders. Ik vertel het zoals het is. Nou, tot zover deze Daily Minutes. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for Daily Minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar retour. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, ON3JVB. Voor altijd de Joker van België.